Welkom iedereen, welkom bij deze uitzending van Ertsberg. Vandaag zijn mijn gasten Joost Houtman en Alain Mouton, de schrijvers van het boek dat u hier achter mij ziet, Et alors, een boek over Frankrijk, over de Fransen, 1001 weetjes, zeer interessant om te lezen. En ik heb beide heren uitgenodigd om wat meer te weten komen over hun liefde voor Frankrijk. Welkom Joost, welkom Alain. Gegroet. Hallo. Misschien dat als eerste wat ik mij afvraag, wat is jullie band met Frankrijk om dan tot zo'n boek te komen? Mijn band met Frankrijk is het enige land dat ik in mijn jeugd heb gezien buiten het eigen land. Mijn ouders waren wat verslaafd aan op reis gaan naar Frankrijk en ik heb daar eglitis op gedaan. Dat is een allergie aan Franse kerken. Ik denk niet dat er eentje is die we niet hebben bezocht. Maar dat is mijn link met Frankrijk. Dat is het vakantieland van mijn jeugd, eigenlijk. Ja, bij mij was het ook een vakantieland. Maar toch een aantal andere aspecten. Ik ben alleen mijn leven, of toch een groot deel van mijn leven, in België een taalgrensgeval geweest. Wat dus wil zeggen dat je, als je aan de Nederlandstalige of de Franstalige kant woont, dat je dan wel wat meer georiënteerd bent op wat er in Frankrijk gebeurt. Niet vergeten dat in Franstalige België bijvoorbeeld de mensen meer naar het Franse journaal kijken dan dat op de Franstalige Belgische zenders. Ik heb ook nog kennissen en familie in Frankrijk, of vroeger toch meer contact gehad met familie in Frankrijk, van een paar generaties geleden, klassiek Vlaamse landbouwers die naar Frankrijk verhuisd zijn. Dus veel naar televisie gekeken in Frankrijk en zo, ja, ook veel dingen gelezen en ik ben het blijven volgen tot op de dag van vandaag. Ook professioneel, als journalist van Trends, heb ik ook altijd de Franse economie gevolgd. Joost, je zei veel op vakantie geweest. Dat verklaart dat je een band hebt met dat land. Maar om dan er een boek over te schrijven, daar is toch wel meer voor nodig dan dat het je favoriete vakantieland is. Ik heb trouwens niet gezegd dat het mijn favoriete vakantieland is. Zelfs dat dan nog niet eens. Nee, dit boek behoeft wat voorgeschiedenis, zoals dat heet. Ik heb samen met Philippe Rose het boek gemaakt, Bella Figura, waarom de Italianen zo Italiaans zijn. En op de boekvoorstelling zelf kwam na de consumptie van x aantal pintjes ideeën naar boven om, als het over de Italianen kan, waarom dan niet over de interessantste bevolkingssoort ter wereld, namelijk de Antwerpenaren, een boek te maken. Dat werd dan De Rest is Parking, waarom de Antwerpenaren zo Antwerps zijn. Dat schreef ik met Bart de Klerk. En die twee boeken zijn allebei uitgegeven door de immer groene bril dragende Karel Drabbe. Die ken ik ook. Ja, die ken jij ook natuurlijk. En ik ging eens met Karel wandelen en hij zei, ja, je hebt dat systeem nu goed in je vingers. Ik ken iemand die ongeveer alles van Frankrijk weet, wat zelfs de Fransen zelf niet weten, namelijk Alain Mouton. Heb jij een band met Frankrijk? En zo ja, zie je dat aan zitten om met Alain een boek te maken. En van het een is het ander gekomen. Alain bleek inderdaad een vat vol weetjes. Ik ben zelf ook een weetjeswatcher. En ja, die combinatie heeft goed gewerkt. Alain kwam altijd met heel fantastische historische weetjes af en grote verhalen. En ik bleek af en toe dan toch wel de beetje rare anekdotes te hebben die daar perfect op aansloten. Dus zo is het een beetje ontstaan. Ja, want Alain, dan moet je toch wel echt heel veel over Frankrijk weten, want ik heb het boek, toen ik het zelf las, ik was enorm onder de indruk, en dat geldt dan voor jullie beiden, over de hoeveelheid van weetjes. Het is een stortvloed. Ja, dat is ongelooflijk dan toch, Alain en Joost, wat dat jullie allemaal in jullie hoofd hebben zitten, om dat allemaal te weten, of is daar ook een pak research nog bijgekomen? Ja, dat is een combinatie. Dus ik wist er inderdaad al wel veel van, maar je moet dan wel dingen opzoeken om te checken of dat nog klopt. Je kent eigenlijk de grote lijnen. Allee, het historische, een aantal typische aspecten van Frankrijk zijn de heimwee naar het verleden, een obsessie met hun eigen taal. Ja, daar kon ik tamelijk vlug zo een aantal thema's naar voren brengen. Maar er was echt wel nog research nodig om dat dan te checken, diepgaander te gaan en ook spitanter te maken. En dat, ja, dat was een beetje in tweespan met Joost, dat boek dan ook tot stand gekomen is. Het is ook een typisch COVID-boek in die zin dat er weinig fysieke ontmoetingen zijn geweest.
Maar dat is eigenlijk al bij al zeer vlot verlopen en ik vond het ook tamelijk complementair. Ja, dus Alain schreef een stuk, stuurde dat naar mij, ik breide daarop verder, waarop dat Alain dan verder breide. En dan gingen we ook eens een paar keer wandelen in het mooie Oostende, waar dan weer eens nieuwe anekdotes opdoken en we elkaar verrasten. En zo bouwde het boek eigenlijk stelselmatig verder. Dus heel veel digitaal overleg en enkele mooie wandelingen in Oostende. Ik kan me dan veronderstellen dat het omgekeerde ook wel gebeurd is, dat er dingen naar boven zijn gekomen, weetjes, anekdotes, die het uiteindelijk niet gehaald hebben om in het boek te verschijnen. Ja, we moesten eigenlijk op een bepaald moment ook wel stoppen, want op het moment dat dan het boek klaar is, dan zijn er nog echt regelmatig dingen bijgekomen dat ik zei, ja, jammer, dat had ik er ook nog moeten insteken, of dat was ook wel interessant. Maar ja, op een bepaald moment moet je stoppen. Dus het boek is ook iets, denk ik, langer uitgevallen dan oorspronkelijk bedoeld was. Ja, maar, tot scha en schande merkte de uitgever op dat het boek wel echt dikker was dan begroot. Maar ja, dat komt. It's a gift that keeps on giving natuurlijk, hè, Frankrijk. Er komt altijd wel iets nieuws bij, maar ja, op een gegeven moment moet je ergens wel de lijn trekken, dat klopt. Wel, geef er eens eentje die het boek niet gehaald heeft. Ik ga een recent voorbeeld geven, want ik heb het ook op sociale media gegooid. Dus als je in Parijs rondloopt, dat is eigenlijk een reis door de geschiedenis. Omdat bijna elke straat, bijna elk plein, elke brug, elke boulevard is genoemd naar een of ander historisch feit. Meestal een Franse overwinning in de geschiedenis, geen nederlaag. Een Franse militaire overwinning. En bijvoorbeeld, ja, nu met de oorlog in Oekraïne. In Parijs zijn er enorm veel verwijzingen naar de Krimoorlog. Dus waar dat Frankrijk dan aan de winnende kant was, Le Pont de l'Alma, Boulevard Sébastopol. Maar blijkbaar was dat dan ook een metrostation. En dan ontdek je dus dat daar dus nog meer namen opduiken die daarmee te maken hebben dan dat je dacht. Dat is één voorbeeld. Wat is er zo eentje voor jou, Joost, die zegt, oh, ja, spijtig dat hij het net niet gehaald heeft? Wel, we zitten nu vlak voor de eerste ronde van de presidents. Verkiezingen. En natuurlijk, terwijl wij aan het boek bezig waren, was er sprake van dat Zemmour eventueel kandidaat zou kunnen zijn. Natuurlijk, op het moment dat je het boek afsluit, is er veel meer info al en komt die man in de pers en zegt hij ook van alle dingetjes waarvan je denkt van verdorie, daar hadden we toch ook wel een leuk hoofdstuk aan kunnen breien. Dus eigenlijk, ik kijk geregeld eens op het journaal om 8 uur op TF1. Ja, daar komt het ene onderwerp voorbij na het andere, waarvan ik denk van hier zit toch nog wel iets in. Dus ja, wat. Je moet af en toe weten wanneer je stopt natuurlijk. Dat is inderdaad ook een kunst. Wat mij ook opvalt, is dat ik geprobeerd heb in het boek te vinden wie heeft nu welk stuk geschreven. Karel heeft daar natuurlijk wel een zicht op, maar ik heb het hem bewust niet gevraagd. En ik ben bij het lezen op zoek gegaan, maar ik kan het niet vinden. De stijl is echt op die manier dat je niet zegt van oké, hier hebben twee mensen aan gewerkt en ieder heeft echt, dat is een hoofdstuk Joost, dat is een hoofdstuk Alain. Daar is dan toch blijkbaar bewust aan gewerkt om die stijl vloeiend te houden. Ja, het is ook zo dat er aan elke tekst wordt nog serieus gesleuteld dus door elk van ons beiden. Maar ik ga één voorbeeld geven. Ja, bijvoorbeeld, ik zelf heb over de Algerijnse oorlog zeer veel geschreven. Maar ook Joost heeft daar nog aan gewerkt, want die heeft dan eigenlijk op een aantal plaatsen voor een... Want dat is ook niet altijd het meest opbeurende deel van het boek. Heeft wel op een aantal plaatsen voor een vlotte overgang naar andere thema's gezorgd, bijvoorbeeld. Dus waardoor dat in het boek... Ondanks het feit dat je enorm veel anekdotes en weetjes hebt, denk ik dat je nooit het gevoel zal hebben dat we van de hak op de tak springen. Nee, dus eigenlijk denk dat het grote verhaal is. Er zijn misschien wel stukjes of hoofdstukken waar je misschien 3/4 Alain, 1/4 Joost hebt en omgekeerd. Maar het is wel organisch in elkaar gegroeid. We hebben er ook op gelet dat het boek 1 stijl heeft en inderdaad niet om beurt een hoofdstukje is. En ik heb inderdaad wel de neiging om sommige heel eigenaardige dingen met elkaar te kunnen
verbinden. En dat is dan weer leuk aan zo'n boek natuurlijk. Dat is ook het concept of de stijl van het boek. Dat je van de lichtere naar de zwaardere en omgekeerd kan gaan. En dingen die totaal vreemd lijken om met elkaar te combineren, dat je daar toch in slaagt, omdat dat gewoon over hetzelfde land gaat. Dat is inderdaad, vind ik dan toch, bij het lezen, je zegt van oké, het is niet van de haak op de tak. Er zou kritiek kunnen gegeven worden dat dat eigenlijk wel zo is, want er staan zoveel dingen in en het een brengt het andere voort. Dat geeft mij toch wel het gevoel dat dit een boek is dat je eigenlijk, als je dat leest, dat je dat moet voorstellen. Oh, dit zou ook heerlijk zijn om dit in een zaalshow te zien met jullie twee. Want ik denk dat als jullie op het podium zouden staan, dat echt ook wel een dynamiek zou geven. Er zit toch een bepaalde chemie tussen jullie, vind ik, als je zo tussen de lijnen het boek volgt. Maar dat is heel organisch ontstaan, want een beetje de ultieme grap is dat ik denk dat wij elkaar voor het schrijven van dit boek niet ontmoet hebben, buiten dan een eerste, ook wel virtuele ontmoeting die uitgever Karel had opgezet. En dat het dan zo goed klikt in de praktijk, vind ik wel leuk. Ik heb er aan het boek een vriend overgehouden. Dat kunnen toch niet heel veel mensen zeggen. Dus, Ja, ik zie Alain een dikke duim opsteken, dus wederzijds blijkbaar. Inderdaad, dat klopt. Bij het schrijven van het boek, dan denk ik toch ook dat jullie moeten heel dikwijls het gevoel gehad hebben van hoe gaan de mensen daarop reageren? Gaan er veel mensen zijn die zeggen van oh ja, maar dat wist ik al? Of wat denken jullie zelf? Gaan er veel mensen dikwijls verrast op kijken en zeggen van amai, dat is weer iets wat ik niet wist van Frankrijk of van de Fransen? Ja, ik vind dat is een heel goede vraag. In de zin, we hebben geprobeerd om de dingetjes waarvan we denken dat veel mensen ze al weten, om daar de dingen in te zoeken die de mensen nog niet weten, de kleine details die weinig mensen weten, hè, als ze het grote verhaal kennen, de dingetjes die ze nog niet weten. Of zijn we op zoek gegaan naar weinig bekende verhalen waar heel veel rondhangt, waar je heel veel over Frankrijk kan van vertellen. Maar zo, ja, iets dat bij manier van spreken weggemoffeld is op pagina 15 van de krant, dat je daar toch een heel groot verhaal kan vertellen en iets dat in het hoofdartikel van de krant staat, in een bijzinnetje, dat daar is gaan beginnen ingraven en zien wat dat geeft. Dus dat was wat de invalshoek. En natuurlijk zullen er dingen zijn waarvan sommige mensen al het een en het ander weten, maar dan hebben ze het nog niet gelezen zoals wij het hebben geschreven en hebben ze nog niet de linkjes gemaakt die wij hebben gemaakt. Want het gaat inderdaad soms over een Franse president via een wagen naar een voetballer en zo kabbelt het dan verder, maar ik denk wel dat stroomt zoals de scène stroomt. Dus, Ja, een voorbeeld. Ik denk dat de mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in Frankrijk en dan het boek lezen, wel zullen weten dat Johnny Hallyday van Brusselse origine was, dat Marie Curie van Poolse origine was en dat Charles Aznavour uit Armenië kwam. Maar dan zullen ze ook tot de vaststelling komen dat er nog tal van andere bekende Fransen zijn, gaande van Louis de Funès tot Yves Montand, die ook niet-Franse origines hebben en zelfs met een niet-Franse naam geboren zijn. En dat maakt het, denk ik, ook extra interessant. Dat was voor mij inderdaad ook een verrassing. En dan ook leren van oké, je bent Frans wanneer je daar woont en wanneer je Frans spreekt en dan liefst ook je naam verfranst. Dat gaf mij wel andere inzichten ook in de achterliggende cultuur. Want ja, verrassend is het eigenlijk hoe dat je met zo heel veel van die kleine weetjes en feiten, dat je toch het gevoel krijgt van ik heb Frankrijk wat beter leren kennen. Als ik dat dan zeg, zeg je dan van dat is een mooi compliment, want dat is eigenlijk wat we wilden bereiken, of nee, dat was nooit de opzet? Ja, nee, ik vind het een heel mooi compliment, maar ik denk dat het ook geldt voor ons beiden, dat we door het boek te maken hebben. Eer wie eer toekomt, Alain weet nog wel een paar kilometers meer over Frankrijk dan ik zelf, dat we toch door het boek
te maken, ook zelf nog dingetjes zijn te weten gekomen, dingen meer ontdekt hebben. Of dat je bijvoorbeeld, wat Alain aanraakt, al die niet-Fransen die dan grote Franse helden zijn geworden, het is door daarin te duiken dat je echt een groot patroon ontdekt en dat je zegt van, oh, hier hangt een volledig verhaal aan vast. Dit zijn niet enkele leuke anekdotes, dit past echt in een groter verhaal, namelijk dat Frankrijk echt als land mensen ja, echt volledig in zich kan opnemen en volledig Frans kan maken. Dat is echt een groter verhaal dan die enkele namen die er juist zijn opgesomd. En dat werkt dus enorm sterk door, dat verhaal. Hè? Recent nog in de campagne van de verkiezingen heeft blijkbaar een afstammeling van Lodewijk XIV zijn steun uitgesproken voor Erik Zemmour. En Erik Zemmour heeft dan daarna verwezen, want die is van zijn grootouders kwamen uit Algerije. Ja, zegt hij, toen Lodewijk XIV hier koning was, dan woonden mijn voorouders in de bergen in Noord-Afrika. Dus, en dat is een element dat dus constant naar voren komt. Hè. Dat is ook een van de pijlers van het boek eigenlijk, hoor. Dus, Jullie maken ook heel duidelijk dat er toch wel een behoorlijk verschil is tussen Parijs en de rest van Frankrijk. Frankrijk is ook niet, als tamelijk groot land, niet heel homogeen te noemen. De verschillen, daar hebben jullie ook aandacht voor. Ja, dus die spanning stad-platteland, dat is bekend, maar eigenlijk moest ik zelf toegeven dat ik nog bijgeleerd heb hoe sterk dat zich dat door de eeuwen heeft gemanifesteerd en hoe dat toch tot vandaag doorwerkt. Een van de interessante dingen is bijvoorbeeld dat Frankrijk, laten we zeggen, in de vorige eeuw door de Parijzenaars bijna ontdekt is, zoals men een kolonie eigenlijk ontdekt, zoals men de Congo-rivier afwaart, bijna bij wijze van spreken. Om een voorbeeld te geven, een zeer bekende toeristische trekpleister in Frankrijk, nu in de Provence, Les Gorges du Verdon, dat is eigenlijk de Franse Grand Canyon, dat is eigenlijk pas in kaart gebracht in 1905. Dus afgezien van de lokale bevolking, was dat eigenlijk nog nooit echt in kaart gebracht en was daar nog nooit iemand geweest. En dat is ook iets dat typisch is voor die spanning stad, platteland, Parijs, periferie. Ja. Kijken jullie nu met... zeg maar, ja? Je ziet dat trouwens ook nu in de politiek, hè, dat je sommige kandidaten gepercipieerd worden als te Parijs. Hè. Dus dat vind ik ook wel interessant, dat een tegenargument tegen een kandidaat kan zijn, dat iemand te Parijs is. Ja, want bijvoorbeeld, nu als Emmanuel Macron nu, die is eigenlijk tamelijk laat met zijn campagne begonnen. Maar het eerste wat hij dus deed, voor hij zijn meeting hield, voor zijn meeting vorig weekend, was dan in Parijs, maar daarvoor was hij eigenlijk nergens op campagne geweest in Parijs. Hij is zo vlug mogelijk naar echt een aantal godvergeten dorpen gegaan, in de Bourgogne en andere streken, omdat hij wist, die weet gewoon van, ik moet dat rurale Frankrijk aanspreken, en dat is zeer belangrijk. Als ik nu aan jullie vraag, waarom, en dan bedoel ik echt van de reden voor ieder van jullie, waarom dat je bij wijze van verkoopspraatje zegt, dit boek moet je lezen. Wat antwoord je dan, Alain? Jij eerst. Om te beginnen, dat veel dingen van Frankrijk dichter bij ons staan dan dat we denken. En dat merk je ook bij de lezing van het boek. Nu ben ik wel even... Dus dat is echt wel... Het is, voor een deel is het voor de nieuwe generatie veel meer veraf. Waarom? Dat voor de oudere generatie is de Franse taal op school, dat is een evidentie zelf. Het was toen nog een wereldtaal, dat is nu veel minder het geval. Dus eigenlijk cultureel is dat land meer van ons verwijderd dan vroeger. De enige band voor de jongere generaties is misschien nog vakantie. Maar er zijn toch nog veel meer zaken dat je zegt dat dichter bij ons staat dan dat we denken. Je hebt ook het verhaal van de gastronomie bijvoorbeeld. Daar gaan we zeer diep op in. En dat is iets dat in België en zeker in Vlaanderen toch nog altijd een belangrijk gegeven is. En ik denk dat je daar zeer veel leuke dingen over bijleert. Ja. En voor jou, Joost? Wel ja, ik denk dat er zeer weinig Vlamingen zijn die nooit in Frankrijk zijn geweest en er nooit zullen belanden of passeren. Dus ik denk dat bijna elke Vlaming daar ooit wel is passeert. En ik denk dat we met het boek echt wel een leuke schets maken van
waarom, inderdaad, de ondertitel, waarom de Fransen zo Frans zijn, in alle mogelijke laagjes. En ik vind het zelf wel heel leuk als ik ergens in een land kom, dat ik zo van de bevolking de gewoontes leer kennen, ook het culinaire. Wel, en je vindt alle mogelijke onderwerpen in het boek. En ik denk ook wel, ik heb ook al complimentjes gekregen, waarvoor dank aan die mensen. Ze zeggen van, dat wist ik niet en nu begrijp ik wel net iets meer over Frankrijk. En niet dat ik per se wil stoeven met complimentjes, want dat is een beetje on-Vlaams. Maar zwart, mensen ontdekken toch wel in het boek leuke dingen over Frankrijk die ze nog niet wisten. Dus als we die poort een beetje hebben geopend, dan vind ik dat wel leuk. Ik wou inderdaad net ook vragen naar feedback, naar complimenten. Welke feedback krijgen jullie zoal over het boek? Wel ja, wat ik net zei, de mensen nieuwe dingen ontdekken. En je hebt ook wel de Frankrijk-fetischisten, die dan ook nog met nog een beetje afkomen. En dan hoor ik het soms niet in Keulen, maar ergens in Parijs donderen. Ik denk van, oei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ja, dat is net interessant natuurlijk. Hè. Dan heeft het boek toch wel wat getriggerd. Ja, ik hoor ook wel meer mensen die al het een en ander over Frankrijk wisten en zeiden, ik heb toch nog veel bijgeleerd. Meer bijgeleerd dan dat ze dachten. Dus dat hoor ik ook. Ik vermoed ook dat sommige mensen wel met zekere scepties aan het boek zijn begonnen van, het zoveelste boek over Frankrijk, ik zal het wel allemaal weten. Dan zijn we er klaarblijkelijk toch in geslaagd om een paar onontgonnen paden bewandeld te hebben. Daar twijfel ik zelfs niet aan. Ik vind het een ideaal boek om mee te nemen wanneer je op vakantie bent in Frankrijk. Dit is van een aard dat je zegt van, dit is ontspannend, dit werkt echt relaxerend en tegelijk toch de kans geven om iets bij te leren. Dat is dan mijn feedback eigenlijk over het boek, als ik daar toch ook iets persoonlijk mag over zeggen. Misschien een vraag aan jullie die ik graag stel aan auteurs van onze boeken. Ik zeg nu, kijk, ik ga in jouw naam een boek cadeau geven aan iemand. Aan wie moet ik het dan schenken? Oeh, dat is een leuke. Moeilijke vraag wel. Ja. Moet niet altijd zo simpel zijn, hè? Nee. Ik sta even bush B, zoals ze zeggen. Wat mij een goed idee lijkt, is dat sommige politici, en dat zijn er behoorlijk veel, pakten graag uit met hun liefde voor Macron, toch zeker toen hij president werd. Dat ging van lichtgroen tot redelijk donkerblauw in België, hun liefde voor Macron. Ik denk dat het boek wel wat politieke achtergrond geeft, die toch wel enige nuance aanbrengt aan dat politieke verhaal. Dus ik denk dat er wel wat politici met dit boek wel gediend zouden zijn. Ja, ik zou het misschien cadeau willen doen aan een Franstalige politicus in België of een Franstalige collega-journalist. Waarom? Wij beseffen dat misschien te weinig als Vlaming, maar de verhouding tussen Franstalige Belgen en Frankrijk is een psychologisch een studieonderwerp waar dat je misschien zelfs nog een apart boek zou kunnen van schrijven. Ze zijn enorm sterk op Frankrijk georiënteerd, maar tegelijk hebben zij een gigantische aversie van de meeste Fransen. Dus dat is zeer vreemd. liefde-haat. Ja, een soort liefde-haat verhouding. Dat neemt trouwens soms absurde vormen aan, want tijdens was het zowel het WK als het EK-voetbal dat België werd uitgeschakeld door Frankrijk, dan moest men in de Franstalige pers zo even zeggen aan de Franstalige Belgen zo even dimmen met de anti-Franse uitspraken op sociale media. Dus. Terwijl ze dan de maand erop allemaal met vakantie gingen naar Frankrijk. Een kleine anekdote die ik nog gehoord heb bij het tot stand komen van dit boek gaat eigenlijk over de cover. Jullie hadden daar blijkbaar wel al een heel duidelijk idee over hoe die cover er moest uitzien, of toch een van jullie beiden. Klopt dat? Credits to Joost, want hij zal het wel uitleggen, maar ik moet wel zeggen, als ik al naar boekhandels ben geweest, het valt echt wel op, en niet enkel in de talage. Oké, ja. Die pluim moet ik dan toch wel op mijn baret steken. Ik ben nogal
weg van leuke covers en van mooie posters en wat iconische beelden. En ik had zelf een vrij goed beeld van wat ik dacht dat een leuke cover ging zijn. En ik heb dan met mijn beperkte tekenkwaliteiten, alhoewel misschien binnen 100 jaar ik een groot kunstenaar zal genoemd worden, als ik er al lang niet meer ben, heb ik dat in mijn schriftje voorgetekend. En Karel heeft dat dan een fotootje van getrokken en heeft dat aan de layouter gegeven. En ik heb het een paar weken terug eens op Twitter geplaatst, mijn tekening en de cover. En ik weet niet of de politie het aan de hand daarvan een dader zou kunnen terugvinden, maar je ziet toch wel gelijkenissen tussen wat ik heb voorgesteld en wat het is geworden. En ik vind het een prachtig cover geworden, ere aan de layouter van dienst. Hoe de Eiffeltoren er subtiel in verwerkt is geraakt, die baret, het wenkbrauwpje dat de Erzberg is. Ja, zwart. Ik ben wel lichtjes tot heel fier over de cover. Dat mag je gerust zijn. Het is een cover waar ik ook trots op ben als mede-uitgever. Om te zeggen, ja, het vat toch eigenlijk echt wel zo de Franse sfeer, de symbolen die erin vervat zijn. Dus heel leuk om te zien. Joost, Alain, dank je wel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om nog wat achtergrond te geven bij dit boek. Het is een zeer leuk boek, uiteraard. Is het nog altijd te verkrijgen en is het aan te bevelen. Mooi geschenk ook om weg te geven. Dus dank jullie wel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt. En uw beste luisteraar en kijker, dank u wel dat u tijd hebt gemaakt om ons even te volgen. En heel graag tot de volgende keer.